Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Paul van Sprummel en in deze video ga ik je vertellen hoe je je Facebook ad inconsistentie kan gaan fixen voor je Shopify dropshipping store. We kennen het allemaal wel, je bent een product aan het schalen, maar opeens gaat het niet meer zo goed als eerst. En waar ligt dat nou aan en hoe kan je dat verbeteren? Dat is wat ik in deze video aan je ga vertellen. Okay. Facebook is een doelgroep gebaseerd platform. Wat hierbij belangrijk is, is het bod dat je hierbij geeft, de relevantiescore en het geschat actiepercentage van de ads die je momenteel runt. Nou, heel erg leuk dat je die woorden hebt opgeschreven, Paul, maar wat kunnen we hier uiteindelijk mee? Je gaat hierbij dus diversificeren. Daarom heb ik het woord diversificatie opgeschreven. Daardoor ga je lanceren van meer adsets als je wat inconsistenter bent. En je lanceert hierdoor dus meer interesses in precies dezelfde campagne, meerdere adsets. En ik raad je aan ook om retargeting te gebruiken om minder inconsistent te zijn met je ads. Analyseer je ads dagelijks en lanceer op basis van nieuwe demographics. Dus kijk of je een nieuwe leeftijd kan vinden of een nieuw geslacht. Of ja, niet een nieuw geslacht, maar in ieder geval logisch kan kijken naar je product en kijken naar de data en naar je bestellingen die je hebt gehad. En wat logisch is om dus op basis daarvan nieuwe demographics te gaan testen voor betere KPIs, voor meer sales en meer winst. Oké. Wat kan je dus nog meer doen bij deze Facebook ads inconsistenties? Is dus nieuwe variabelen. Je kan testen van een nieuwe ad copy, maar je kan ook testen van nieuwe creators. Nieuwe video, nieuwe scrollstopper, nieuwe thumbnail. En dat is eigenlijk heel belangrijk om te gaan toepassen als je momenteel inconsistentie hebt in je ads. Nou, hoe kan je dus het winnen van de veilingen doen? Dat kan door automatic bidding en manual bidding. Normaal gesproken doe je alleen maar automatic bidding in het begin als je aan het testen bent. Maar misschien is het wel interessant om een keer manual bidding te gaan testen als je een beetje inconsistent bent en zelf eigenlijk een bid te plaatsen. Dat was eigenlijk weer een super korte video voor jou hoe jij je Facebook ads inconsistenties kan gaan fixen. Ik hoop dat je dit super waardevol vindt. Abonneer, like, comment en dan zie ik je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.